Ja, man. Yes. Een hele goede avond, dames en heren. Welkom op het Held Zonder Geweld Festival. Mijn naam is Hassan en een liefdadige dame naast me is... Lucinda. Nou, dames en heren, we hebben vandaag een superleuk programma voor jullie. Vol met leuke acts en leuke gebeurtenissen, maar dit allemaal natuurlijk met een reden. En Lucinda gaat vertellen waarom. Ja, want jullie zijn hier natuurlijk niet zomaar. Het is de week zonder geweld, staat hier achter. En ieder jaar organiseert de GGD dit besteedt dan extra aandacht op dit onderwerp onder de aandacht. En vandaag gaan we het dus afsluiten met een talentenshow. Juist, en niet zomaar een talentenshow, toch Lucinda? Held zonder geweld. Held zonder geweld. Dames en heren, dat is het thema voor vandaag. En volgens de GGD, die onderzoek heeft gedaan naar dat, speelt het huiselijk geweld onder meer dan 40% van het Nederlands bevolking een grote rol. Dus 40% van het Nederlands bevolking heeft wel eens te maken gehad met huiselijk geweld. Tot. En dat zijn natuurlijk cijfers die bekend zijn. Dat zijn de cijfers die bekend zijn, ja. Ik ben Mariet Lohman. En ik ben de manager van het steunpunt Huiselijk Geweld, waar dus ja, iedereen naartoe kan bellen. Maar wij krijgen ook alle meldingen van politie en van andere gezondheidszorginstellingen. En wij proberen dan met elkaar en met alle mensen in de stad daar wat aan te doen. Duidelijk. Meneer Ernaast. Ja, mijn naam is Imro Blom. Ik ben directeur van Mythicas. En wij werken met jongeren tussen 12 en 24 jaar. Jongeren die soms niet naar school gaan, of die toch wel een steuntje in de rug nodig hebben. En we zetten kunst in als middel om het gedrag te veranderen. En huiselijk geweld, daar hebben we wel mee te maken. En we maken er ook toneelstukken van, dus ik ben erg benieuwd wat we vandaag krijgen te zien. Wauw, super. En daarnaast, nou, het zal voor jullie wel een bekend gezicht zijn, dames en heren. Ja, alles behalve huiselijk geweld, gelukkig hoop ik tenminste in ieder geval, dat mensen me daar niet van denken. Hey, goedenavond, ik ben Tim Akkerman en mama zanger van Direct voor de vele, maar sinds 2009 voor mezelf gegaan als muzikant. En ik ben gisteren echt op het toeval, heeft door Victoria, die hier naast me zit, gebeld of ik haar een handje wilde helpen om in ieder geval een soort van jury te vormen. Nou, zo heb ik gelijk ja gezegd, kom natuurlijk niet weer staan, uiteraard. Man wil het in het leven. Maar in ieder geval, ik ga vanavond ontzettend verrast worden, ben ik bang. Want ik weet begon niet waar ik in ben beland. Maar de hele basis en het doel denk ik voor vanavond is waar ik wel voor sta. En ik denk dat ook over jullie dat hetzelfde mag zijn. Duidelijk, dankjewel. En daarnaast, the one and only. Mijn naam is Victoria Lobrenko. Ik ben gebombardeerd tot juryvoorzitter. Ik wil jullie allemaal echt van harte welkom heten hier in zulke grote getalen. Ik verwacht nog veel meer mensen. Ik ben er waanzinnig trots op dat wij dat Den Haag er telkens in slaat om een moeilijk te bespreken onderwerp toch onder de aandacht te brengen op een, op een onconventionele manier. En het feit dat jullie hier allemaal zijn en iets hebben voorbereid, getuigt ervan dat jullie het ook een belangrijk onderwerp vinden. En het is een eer en met trots ga ik hier jureren. En ik ben dankbaar alvast voor alle andere juryleden hiernaast, maar wij gaan ons best doen omdat jullie je best hebben gedaan. Ik geef het woord aan de laatste jurylid van vandaag. Ja, dankjewel. Ik hou het wat korter dan de rest. Ik ben Manu Meijer, ik werk bij AT Productions. Ik ben artiestenmanager van beroep en ik ga de mensen beoordelen op mijn expertise. Heel kort en krachtig en duidelijk. Dames en heren, een applaus voor de juryleden van vandaag. Super. Things
Ogen dek aan de tijd toen ik klein was. En dat mijn moeder trouwde, maar elke avond alleen was. Papa had de druk met wassen, van het zwarte was. En mama die was bang voor papa, omdat hij haar klappen gaf. Hij zat niet aan de drugs, droog niet helemaal niks. En ik wist niet beter, maar is dit wat de vader is? Die vrouw is laag voor niks en dat hij je leuk vindt. Want de Roy slaat er een lach op zijn gezicht zit. Weiger de excuses van mijn vader, keer op keer. Mama die ging stiekem weg en ze nam me stiekem mee. Word niet als je vader, baby. Want hij doet het weer. Slijt mijn handen en zeg mama, dat is wat ik zweer. Slijt mijn ogen, denk aan de tijd toen ik klein was. En zat niet aan de drugs, dronk niet helemaal niks.
was je vader, baby, want hij doet het weer. Sluit mijn handen en zeg mama, dat is wat ik zweer. Ze zei me, we gaan weg. Vervat die klootzak, ik wil niet dat je zo leeft. Vergeet wat je net zag, alles wordt nu beter. Ja, alles gaat nu beter, schat, maar alles werd moeilijker toen mijn broertje op de wereld kwam. Maar hij maakt niks uit, want ze vond de kracht om ons te voeden en zorgen voor eten in de kast. En elke dag een traan voor alles wat ze lief had. Kwijt is geraakt omdat ze liever bij mijn vader was. Mama zei me, elk traan is een zegen. En het succes, mama, zal God het geven. Maak je niet druk, tot die tijd moeten we zo leven. Jullie zijn voor mij, niemand zal jullie van me afnemen. Ik hou van je, dank je voor de wijze woorden. En blijf jezelf, zorg niet als je vader worden. De tijd staat stil als ik eraan denk. En ik doe mijn ogen open en ben blij waar ik nu ben. Deze gaat uit naar de mensen die wij niet kunnen horen. En naar de mensen van waar wij pas later achter komen. Dat zij mishandeld worden of misbruikt worden. Het maakt niet uit, die dingen horen hier niet voor te komen. We weten dat ze schreeuwen, iedereen laat het gebeuren. Een kind met een blauwe oog, wie kan dit goedkeuren? Het regenboog verdwijnt, want ze kleuren nu met geen kleuren. Ze zien nu zwart en wit, laten wij dit nu inkleuren. Het doet me pijn omdat ik weet hoe het voelt. En met z'n allen kunnen we er iets aan doen. Weet het is moeilijk, een tijd voor die op een engel loert. Duivels zijn die daders en ik weet hoe die engel zich voelt. Dus hou die handen omhoog met elk handje telt. Met elk stukje vreugde weet je hoeveel je ze helpt. Niet overleden, maar ze leven in de hel. En elk slachtoffer is een hel zonder geweld. Deze gaat uit naar de mensen die wij niet kunnen horen. We weten dat ze schreeuwen, iedereen laat het gebeuren. Duivels zijn die daders en ik weet hoe die engels zich voelt. Elk slachtoffer is een hel zonder geweld. Deze gaat uit naar alle slachtoffers. Sta sterk in je schoenen, geef de hoop niet op. Er is altijd hoop, blijf geloven. One love, reason. En ook naar mijn moeder, omdat zij de kracht vond om ons eruit te halen voor al het geweld. Turn out.
stands in a shaded place. An angel girl with an upturned face. Her name is written on a polished rock. A broken heart that the world forgot. Through the wind and the rain, she stands hard as a stone. In a world that she can't rise above. But her dreams gave her wings, and she flies to a place where she is loved. Concrete angel. Vroeger was papa anders, toen hij nog werkte. Nu kan hij alleen nog maar slaan. Mij en mijn zusje. Mijn moeder is ook bang voor hem. Ik weet niet wat ik moet doen. Bent u ook betrokken bij huiselijk geweld? Of weet u ervan? Bel 0900 044 3322. Omdat u altijd iets kunt doen. Verrast. Prettig verrast.
door de kwaliteit, de aanwezige X-factor, doordat het onderwerp op een bijzondere wijze naar voren kwam, al was het liedje niet zelf geschreven, nog gecomponeerd, het driestemmige geluid van de drie dames was doorslaggevend. De winnaar zijn geworden Manon, Nicole en Anouk. Geef ze een applaus. Dames en heren, de derde prijs dus voor Manon, Nicole en Anouk. De jury was... uiteraard verrast. Het pure straattaal, de pure straattaal zo inzetten. Dat je gaat geloven dat een dansgroep een boodschap heeft. Een hele belangrijke boodschap. En die zonder woorden zo weet uit te beelden dat de hele zaal er stil van wordt. Fantastisch gedaan. Envious, winnaar van nummer 2. Dames en heren, de tweede prijs van het Held Zonder Geweld Festival. Envio! Swag. En dan zijn we er, de winnaar, nummer 1 van vanavond. Oké, doodste stilte, dames en heren. Winnaar Held Zonder Geweld. Is geworden degene die het lef had om zoveel emotie te laten zien bij dit onderwerp. Het balkon en de zaal werd gedwongen te luisteren en de pijn te voelen die onder het nummer zat. Het was bizar, zoals een collega jurylid het wist te verwoorden, om te horen wat voor een waanzinnig stemgeluid er uit zo'n klein meisje kon komen. De winnares is geworden Sunny! Afsluiten, we willen iedereen bedanken, de juryleden bedanken, jullie, de deelnemers. Dames en heren, check nog steeds Steunpunt Huiselijk Geweld. Als jullie het zien om jullie heen of het meemaken, meld het dan. Stop Huiselijk Geweld nu. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Dit evenement is georganiseerd door Country Clash for You in samenwerking met het gemeente Den Haag. Dus een groot applaus voor de organisatie.